Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbeta. En deze keer gaan we kijken naar thermoharders en thermoplasten. En thermoharders en thermoplasten zijn eigenlijk allebei ideeën of plasten zijn allebei polymeren. Alleen het verschil tussen de twee is dat bij een thermoplast we de polymeren kunnen zien als een soort heel veel stringen met spaghetti en die mogen lekker door elkaar liggen. En bij een thermoharder liggen die deeltjes of liggen al die strengen niet door elkaar, maar zijn al die strengen met elkaar verbonden op de meest originele manieren. En dat verbinden dat kan bijvoorbeeld gebeuren door vulkaniseren. En als we gaan vulkaniseren, ja, dan doen we niks anders dan in een thermoplast een aantal zwavelbruggen toevoegen. Dus dat betekent gewoon, we pakken wat zwavel en dat gaat op wonderbaarlijke wijze in de thermoplast. Namelijk zwavel is redelijk goed en in het verbreken van dubbele bindingen. En als je bijvoorbeeld kijkt dat de standaardformule van rubber... Ik ga heel even een stukje rubber tekenen. Even kijken of het goed gaat. Ja, stukje rubber. Hup, dan hebben we deze nog een keer. En ja, geloof het of niet, het is echt rubber. Rubber dat zit op deze geweldige manier aan elkaar. Dus dan hebben we monomeer 1. Dan hebben we monomeer nummertje 2. En dan zetten we hier nog maar monomeer nummertje 3 naast ook. C, C, dubbele binding C. Hup. Ja, dat ziet er wel uit als een mooi stuk rubber. En dit monomeer, dat kan redelijk, of dit monomeer, dit stuk polymeer, dat kan redelijk goed reageren met, en dan gaan we gewoon deze maar eens eventjes kopiëren, plakken en letterlijk eronder zetten. Dan eventjes van achter mijn gezicht vandaan halen. Oké, dit polymeer dat ik nu hier heb getekend. Deze twee polymeren die kunnen met behulp van vulkaniseren heel makkelijk aan elkaar worden gezet. Namelijk, stel ik ga even mezelf makkelijk maken. Hup, deze twee die zet ik eventjes naar boven. En heel simpel, ik kan hier een zwavel of misschien zelfs twee zwavels. Dat gaat soms zelfs nog beter. Tussen zetten en die zwavel die vormt hier een verbindingje. En deze dubbele binding die gaat dan natuurlijk weg. Eindresultaat is dat de ketens aan elkaar zitten. En als ze aan elkaar zitten kunnen ze niet meer makkelijk los bewegen. Als ik het warmer maak dan gaan die ketens dus niet meer als een mooie laag spaghetti lekker... helemaal door elkaar heen wurmen, maar het blijft op zijn plaats vastzitten en doet niks meer. Een andere manier om thermoharders te maken, en dat is niet met vulkaniseren, is door te kijken naar de basisstructuurformule. Namelijk, als ik een thermoplast heb, dan kan ik die ook vaak herkennen aan bijvoorbeeld, ik zet hier één reactieve groep, ik zet hier een andere reactieve groep. En dit geheel, als ik één zo'n dingetje heb, dan gaat hij natuurlijk met elkaar reageren door gewoon te zeggen: dit ding gaat vastzitten. Aan deze gaat vastzitten. Aan die. En dan zijn we wel ongeveer klaar. Namelijk telkens dan, dan verdwijnt er hier een H2O uit, verdwijnt er hier een H2O uit. Maar het eindresultaat is dat ik gewoon een mooie, rechte, lange keten krijg. En ik kan dit ook tekenen, een schematische voorstelling die ik eigenlijk mezelf eventjes heb bedacht om dit geheel makkelijk aan te geven. Namelijk, ik heb hier een zuurgroep, ik heb hier een OH-groep, ik heb hier weer die OH-groep, ik heb weer die zuurgroep, ik heb weer die OH-groep, ik heb weer die zuurgroep. En dit gaat reageren doordat deze aan elkaar gaan zitten. Dit is een thermoplast, want ik krijg alleen maar een mooie, lange, rechte lijn. Ga ik nu een thermoharder maken, dan kan ik het eigenlijk hetzelfde zeggen van... stel, ik heb weer deze stoffen
En dan heb ik hier een zuurgroep, hier hebben we een zuurgroep, hier hebben we een zuurgroep. En hier hebben we een OH-groep en hier hebben we een OH-groep. Hier hebben we een OH-groep, hier een OH-groep, hier een OH-groep, hier een OH-groep. Nou, dan denk je natuurlijk van oké, leuk, dan krijgen we weer dat dit zo gaat reageren. Fijn. Maar wie zegt er dat er niet per ongeluk eentje zo scheef aan vast komt te zitten? Doe ik hier wel ook weer deze doen. En dat als die scheef eraan vast komt te zitten, dat deze zuurgroep met die alcoholgroep gaat reageren. En dat als ik dit heb, dat ik dan niet hier ergens een andere heb. Waarbij ik ook weer zeg van, goh, ik heb hier een alcoholgroep, ik heb hier een zuurgroep. Dat gaat leuk aan elkaar zitten. Nou, deze twee groepen die doen eigenlijk nu verder eventjes helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Dus ik heb hier weer een reactie. En dat kan zo lekker door blijven gaan. Waardoor ik bijvoorbeeld ook weer hier... Nou, dat moet ik wel met een blauw kruisje doen. Dus hier reageert weer een zuurgroep. Met iets dat een beetje schever op staat. Hup. En hier reageert er nog eentje. Hier met een OH-groep en aan deze kant met een zuurgroep. En het eindresultaat is dat ik langzaam maar zeker een gigantische chaos krijg. Dat zeker niet meer op mijn mooie thermoplast lijkt. Dus dit was onze thermoplast. Dit is onze thermo... harder. Namelijk, de thermoharder is één grote chaos die op allerlei manieren aan elkaar kan vastzitten. De thermoplas doet dat niet. En we kunnen eigenlijk als laatste zeggen, het verschil tussen een thermoharder en een thermoplast is dat een thermoplast eigenlijk maar twee reactieve groepen heeft. En nooit meer dan twee reactieve groepen kan hebben. Terwijl een thermoharder in principe drie of meer reactieve groepen moet hebben. Want als we drie of meer reactieve groepen hebben, dan kunnen we een ongelofelijke chaos creëren. En die ongelofelijke chaos die we creëren, ja, die komt niet meer los van elkaar. En dat is dus onze thermoharder. Goed, ik hoop dat jullie iets aan deze korte uitleg gehad hebben. Kort. Bedankt in ieder geval voor het kijken en tot een volgende keer.